geef het een duimpje omhoog. Als je ook Otje nog kent van vroeger. Schat, ik zeg Prooski. Op een heerlijke vakantie, hè? Wat? Hey, je pinkpoppa! Nee! Vakantie vlogs, kom in! Goedemorgen. Bonjour. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Berenga's familievloggers. En vandaag is het zover. Wij gaan op vakantie. Het is zaterdag 21 juli 2018, 's morgens om 2 uur, 's nachts. 's nachts. Kinderen slapen nog, als roosjes. Honden die nou wel wakker. Pakken, eten. En koffie drinken. Rijden maar. Goedemorgen, Hoesel en Pip. Nou, deze nachtbrakertjes zijn er wakker geworden. Jullie gaan ook mee. Zit hem even lekker jullie kleufje op. Wij zitten inmiddels in de auto. De kinderen zijn wakker geworden met het overtillen. Ze waren te enthousiast over van, oh, wanneer gaan we nou? Dus ze weer wakker. Kijk, hier zitten ze. Hallo Luan. Hi. Hallo Lucilla. Lucilla die slaapt nu alsof, hè? Ja. En Luxie zit er ook. Kijk, hier hebben we Luxie. Ben je er ook klaar voor? Ben jij er ook klaar voor? Ja. Zien we straks de zon opkomen. En dan wordt het weer een nieuwe dag. En dan zijn we in Denemarken. Dat is leuk, hè? Een nieuwe dag. Dan is het een nieuwe dag. Papa die laat nog even de honden uit. En die had volgens mij de laatste keer even de dweil door het huis heen. Ik zal eens even gaan kijken waar hij is. Alles helemaal netjes in huis. Papa heeft de laatste dweil er even doorheen gehaald. Goedemorgen, papa. Dag huisje. Dag huisje. Alles is helemaal spik en span. Helemaal schoon. Het ruikt er ook helemaal schoon. Honden die laat hij zo meteen nog eventjes uit. 700 kilometer, nooit rijden. 700 kilometer, ja. Meer dan ongeveer 8 uur rijden. We proberen dan 4 keer te stoppen of zo. Dus, we hebben veel koffie mee in de auto. Nou, navigatie is ingesteld. Het is precies om te zeggen... Het is precies om te zeggen 670 kilometer rijden. En je kan dat all in 6 uur en 21 minuten redden. Nou, we gaan natuurlijk wel een drietal pauzes houden. Dus wij trekken dan goede 8 uurtjes vooruit. Goedemiddag huisje. Ja, dat is ons huisje. Ik weet niet meer of jullie ons huisje kunnen zien. Nee, het is een spiegeling van mij. Hoesel en Pipje die zitten hier lekker. Zijn vrouwtje. Luxie hier. Ja, mijn dag huisje. Ze zijn inmiddels wakker geworden. Het plan van slapen dat... dat gaat even van de baan volgens mij. Ze zijn nu... daar doet de lamp uit. Ze gaan Otje kijken. Ja. Dat was vroeger een van mijn favoriete filmpjes trouwens, Otje. Dit gaan we helemaal vanaf hier, helemaal zo naar boven. 670 naar Denemarken, naar de kust. Ja, ook wat van zeggen. Mag Nou, we gaan een Woeseltje. Woeseltje hier, net even lekker een poepje naar plasje gedaan. En jij ook een poepje naar plasje gedaan. En dan gaan we lekker op vakantie, jongens. Met het hele clubje. Doei doei. Nou, oké, doei doeg. Het is best wel goed gegaan. Het is inmiddels weer licht geworden. Luxie heb ik even zo gezet. Die is net wakker geworden. En de kinderen ook hebben net een slaapje gedaan. En ze worden nu een beetje wakker. Kijk jongens, het is licht buiten. Hebben jullie dat gezien? Het was iets heel donker en nu is het licht buiten. Ja. Maar we zijn er nog niet. De reis gaat door. We hebben een derde hebben we erop zitten. En nu hebben we file. En toen vannacht, toen het nog donker was, konden we lekker doorrijden. Maar nu is het file. Oh, na de eerste 250 kilometer eventjes de armen en de benen strekken. Farah en Luan gaan even een plasje doen. Lucilla en Luxie slapen lekker. En ik laat Woesel en Pip even uit. Even de beentjes strekken. Nou, plassen, jij gaat met Luan even plassen. Ja, neem maar even mee. Ik laat de hondjes hier uit. En let op onze meisje. Gaan we even een plasje. Kijk. Goed zo, moest je kijken, een plasje op het grasje. Oh, maar die Woesel is zo goed. Nou, gaan we even plassen. Broekspijpen hoog. Ja, ik wacht hier met de hondjes op de meisjes op jullie. Tot zo. Zo, het is inmiddels tijd om te ontbijten. En ik heb hier allemaal bolletjes gemaakt. Ja, Daniel zegt 7 uur. Het is tijd om wakker te worden normaal gesproken. Luxie die zit hier even leuk te kijken naar dit dingetje. Die is hier wakker. Luan en Lucilla zitten achter op de bank te spelen. Boezel en Pip die zitten hier lekker op schoot. Ja, ik ga eten maken. Ja. Kijk, daar zit Woeseltje. Daar is Pipje. Pipje. En weer een Pipje. Mama ook eten. Ja, mama gaat even een bolletje geven. Wil je een kaas of kipfilet? En kaas. Kaas? En een bolletje kaas voor jou? Heel kaas. Heel kaas.
pak weer een bolletje kaas. Mama had gisteravond al bolletjes gesmeerd, dus dat is handig. Ook een kipfilet? Kipfilet. En papa een bolletje kipfilet. Alsjeblieft. Alsjeblieft. We zitten inmiddels al in Duitsland, toch? Duitsland? Hoogte Hamburg. Hoogte Hamburg. Daarom eet ik een hamburger. En daarom eet Daniel een hamburger, zegt hij. Dat is zo flauw grap. Maar goed, we zijn op de helft? Over de helft? Voor de helft? Nog 400 kilometer. Nog 400 kilometer? Nog bij 260. Dan hebben we 260 kilometer gereden nu. We hebben één stop gehad, honden hebben geplast. Luan en Lucilla hebben geplast, ik heb geplast en... Nee, wil je kipfilet? Nou, dan ruilen we even. Jij die? En ik die. Nou, wacht je kaas. En onze reis gaat verder, jongens. Ook kipfilet. Nou, pak ik veel kipfilet. Lust jullie aardbeidjes? Ja. Lekker, lekker. Lekker, lekker. Het staat een aap. Is dat een aap? Oh, Woezeltje. Woezeltje ligt hier lekker. Lekker bij het vrouwtje. Nou, Woezelpip, dit is pauze nummer 2. We hebben nog 280 kilometer te gaan. Lucilla moet even een plasje en een poepje doen met Luan. Dus ik wacht even met de pupjes op mama en de kids. Nou, zet hem op jongens. Nog 280 kilometer. Dan zijn we bij Bollo in Denemarken. We hebben een lekker nuffel momentje met mijn desk. Dat is kijk. We zijn er bijna, vriendje. Kinderen en mama hebben plasje en poepje gedaan. Ik ga nu de hondjes nog even uitlaten. Dan gaan we weer verder. Nou, dat voelt opgelucht, hè? Ja? Kunnen we zo de laatste 280 kilometer aan? Onder ook een poepje plasje gedaan? Ja, dat ga ik nu doen. Oh. En de looien weggooien. Oh ja. Nou, oké. Okay. Nou, de auto, kinderen hè? Die... zijn er weer klaar voor, Nico? Dus wij klimmen weer in de auto. Schoen uit. Ja. 1, 2. Ja, klim er maar in. Jij ook. Schoen uit. Ik kan niet erbij. Wacht even. Ja. Kom maar, Sil. Het is nu middag, hè? Ja. Nee, nog niet. Het is nog ochtend. Ga maar zitten op je stoel, schatje. Wie wilt hiermee spelen? Ik kan. Kun je om de beurt te doen. Waar is die pen? Wil je hiermee spelen? Omruilen. Ja, jij die? En de pen. Kijk eens. Alsjeblieft. Nou, we gaan weer verder. Luxie, die ligt hier. Hey, Luxie. Alles goed, schatje? Ja. En Daniel, die wandelt daar. Ik weet niet of we hem kunnen zien. Doeg. Nog even een rondje met de honden. En onze reis gaat weer verder. De kinderen zitten weer lekker op de achterbank te spelen. Met de speelgoedjes. Luxie zit lekker in het zonnetje. Woezel en Pip zitten hier weer lekker bij mij te knuffelen. Papa, gaat het nog? Piloot update, we hebben 405 kilometer erop zitten. En we moeten nog 280 kilometer. Dus hopelijk zijn we er met een kleine 2 uur en 3 kwartier. Oh, over de helft. Over de helft. Over de helft. Kijk eens. Alsjeblieft. Lucilla, mooie tekeningen maken? Ja. Wauw, nou Lucilla gaat even kleuren. En Luxie? Luxie is met deze aan het spelen. Hé, hey, die is ook mooi, hè? Die is ook mooi. Oh, hier ligt lekker een woesje lekker. En hier ligt Pipje. Hé, hey, die is zo lekker. Een lekker flesje. Ja, dit is zo lekker. En een lekker flesje. Jullie zijn nog steeds lief, kinderen. Houd het nog even vol, oké? Okay? Bijna. 194 kilometer. Ja, laten we maar even een tukkie doen. Voor degenen die denken, Daniel, Farah, waar gaan jullie precies heen in Denemarken? Nou, we zijn uitgenodigd door Landal Sea West. Dat is dus een landalpark in Denemarken. En daar gaan we vakantie vieren. En we hebben zelf ook niet echt een idee precies hoe het er allemaal... Ja, het ligt bij de zee. Er is strand, er zijn duinen, ja, Sea West, het ligt aan de Westenzee, in het westen bij de zee, de naam zegt het al. Kijk, dit is het kaartje, even uitzoomen. Nou, dit hele stuk hier hebben we al gehad, helemaal, en we zijn hier nu bij het laatste stukje aangekomen en het ligt dus helemaal hier. Dan gaan we zometeen de grens over.
Dus we zijn bijna in Denemarken. En als het goed is moeten we rond 11 uur aankomen. Als we geen file meer hebben. We gaan rond het 12 uur punt of zo. Ja. Geen haast. De benzinetank is leeg, dus ik ga hier in Duitsland nog even de auto vol tanken. Want hier is de literprijs nog veel goedkoper dan in Denemarken. En we kwamen erachter dat er een snelweg dicht is, dus dat we om moeten rijden. Dat er echt heel veel kilometers zijn. Zware bus te leven. Ik ga even vol tanken. Kijk, benzinebom. En het is bijna zover. We rijden Denemarken in. Er was een hele lange file voor de paspoortcontrole. Maar bij een pompstation hebben ze ons een binnendoorweggetje gegeven. En wonder boven wonder is hier helemaal bijna geen file voor de grenscontrole. Kijk. We gaan nu de grens over. Het is een grens. De grens is dat het een ander land is. Ja. Ja, zie. Dan gaan we de grens over. Hey kinderen. Hey, we zijn nu in Denemarken. Kijk eens. Hier zit het bordje. Kijk, hier is het bordje. Denemarken. Eindelijk. Leuk hè, in Denemarken. Mama. We zijn er nog niet. We moeten nu nog rijden naar het park. Nou, 9 uur later. Sea West. Aan onze linkerhand. Luan. Aan de linkerhand is Sea West, jongen. Kijk eens, zie je de vlaggen? Zie je de vlaggen van Bollo? Ja, land als Sea West. Kijk, de vlagjes. Oh, het is heerlijk. Ik heb het zo lang opgepakt. Leuk, hè? Kijk, dat zijn de huisjes. Nou, we gaan even naar de receptie. We zijn er eindelijk, jongens. We hebben er 9 uur over gedaan, uiteindelijk. Inclusief file en inclusief 3 keer pauze voor een half uur, volgens mij. Ja. Maar we zijn eindelijk aangekomen. Even een groot applausje voor onze papa, want die heeft de hele rit gereden. En nu gaan we ontdekken waar we nou precies zijn beland. Luan gaat even met Daniel de sleutel halen. Lucilla die slaapt volgens mij nog, of die wordt net wakker. Wordt net wakker. Het is bloedje heet, het is 30 graden. Maar we zijn er eindelijk. We zijn er. We zijn er. Ah, we even de benen strekken. En nu? Hey, even zo. Hoe doen we dat? Rekken strekken? Benen, ja. Oh. Nou, gaan wij het huisje sleutel halen? Gaan we eerst even springen? Ja, zullen we ook mee. Oh. Kijk, dit is van Bollo. Hier is dan nog hier, hè? Nou, even het huissleuteltje halen. Die zal Bollo wel hebben klaargelegd. We moeten toch nog even wachten op het huisje wat niet helemaal schoon was. Dus, nou, we zitten maar even in de speeltuin. Hé, hey, wat hebben ze hier gave speeltuin, Luan en Stella? Oh. Nou, mama zit daar met Lixie. En de handjes. Ik zie jullie zo. Het huisje poetsen duurt wat langer. Dus we mogen een huisje uitzoeken. Luan wil Bollo aardbei. En Lucilla, welke wil jij? Het is 30 graden, dus dit lust je wel, hè? En Stella, is die van jou ook lekker? Stella, eens kijken. Zullen wel deze, hè? Deze twee. En welke willen Moezel en Pip dan? Moezel en Pip die lekker de rest is. Ja, we wachten nog even het lekkere schephuisje. En dan gaan we weer naar de receptie. Schat, ik zeg proski. Op een heerlijke vakantie, hè? Nou, Stella, Leon, hier worden jullie Bollo pizza gebakken. Die nemen we mee naar het huisje. Ga maar eens kijken. Is die ook klaar? Oh, hallo. Oh, kijk. De pizza's. Thank you. Kijk eens wel, Stella. Die nemen we lekker mee naar het Bollo huisje. Oeh, die zien er lekker uit. Hey, heeft Bollo die gebakken? Of die meneer, hè? Die meneer werkt voor Bollo. Nou, gaan we die lekker opeten in het huisje, hè? Kunnen jullie zeggen thank you? Op naar de bungalow met jullie pizza. Kijk eens, mama. Deze even voor papa. Lekker, hoor. Kunnen we gelijk met het huisje eten. En de bad in de bed, hè? Ja, absoluut. Ver gaat lopen met de puppies. Nummer 100, hè? Zie je weer nummer 100. Het huisje is klaar. Daar is bungalow nummer 100. Goed, dus moet dit de code zijn? Dus een code. 2. 1. 1. 8. 0. Mam, wat is de code? Is dit de code? Ja. Nee. Dat was hem niet. Pas op. Het is een 7 of een 1. Het is even niet zo goed. 0.
Ja! Nou, de roomtour van Lulu is ben heel leuk. Benieuwd, jongens. Ik wacht hier met Luxie en de puppies. Oh! Oh, een babybedje! Wauw! Naast papa en mama bed. Wauw, Luan. Ja. Vind je het leuk, jongen? Ga maar eens kijken. Oh, hier hebben ze zo lang op gewacht. Hoe dit eruit zag. En een pimpelbad! Nee! Nee! Wauw! Zo! Die is mooi. Bolo zei dat we wat langer moesten wachten voor een verrassing, maar nu weet ik wat. Ja, het was het bubbelbad. Kijk eens, wat leuk. En we hebben kunnen wasmachine. Ja, we kunnen lekker wassen. Leuk, Lu. Nou, is dit jullie kamer? Ja, dit is onze kamer. Oh, wat mooi. Ik ben meteen even het gordijntje uit. Ja, ik wil hem even uittesten. Ja, wat is er nog meer, jongens? Wat een grappig huisje. Kijk, er is de keuken. De keuken. Hé, hey, en naar boven is ook wat. Mama, hier is niet een trap. Ja, dit is een trap. Daar, een klein laddertje naar boven. Ah, wat leuk met een open haard. Kijk, hier hebben we een open haardje. Televisie. Een lekkere chillbank. Nee, kijk, daar kun je op klimmen. Wat is dit dan? Oh, nog een slaapkamer. Jullie kunnen kiezen waar jullie willen liggen. Hé. Hey. Wil jij hier slapen? Samen met Luan? Wauw. En hier is het terrasje. Kunnen we hier ook naar buiten? Ja, we kunnen hier ook naar buiten. Oh. Kijk eens wat leuk. Dit is het terrasje. Leuk joh. Mooi. Ja. Nou, en dit is ons uitzicht. Hartstikke leuk. Ik vind het mooi, Lucilla. Ja, vind je hem mooi, hè? Nou, hier komen we weer naar binnen. En ik ben toch ook wel heel erg benieuwd, kinderen, wat daar nou boven is. Kijk, daarboven is ook wat. Ja, misschien gaat die ladder vallen. Nee. Die zit helemaal vast. Stil, ga maar. Die zit helemaal vast. En hier hebben we de keuken. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. De koelkast. Daar kan papa in zitten. Mooi, hoor. Zo, Lucilla is inmiddels boven. Wil Luan ook? Niet. Kan je daar slapen? Nou, doe ook even de schoenen uit. Ga maar ook even kijken. Wat leuk, dat er gewoon een trap in de woonkamer. Willen jullie hier slapen? Ja, dat snap ik wel. Oh, wat leuk. Kijk, wij willen heerlijk slapen. Oh, wat leuk. Maar mama, je moet je wel bukken. Ja, je moet je wel een beetje bukken, ja. Maar leuk, joh. En een klein lampje. En een raampje. Dus jullie wel heel voorzichtig doen. Dat jullie wel hier gewoon blijven zitten op de billen. Ja, want kijk, dit is dus de huiskamer. Die kunnen we zo heel goed zien vanaf beneden. Op de billen, hè? Ja, gewoon op de billen blijven zitten. Alleen één dingetje. Jullie mogen hier niet alleen naar boven en beneden klimmen, ja? Alleen met mama en papa in de buurt. Ja, papa die is beneden. Sil, ga maar. Papa, mama, ik wil naar beneden. Ja, nee, maar ze slapen hier niet. Ik wil niet dat ze hier slapen. Nee. Je mogen, ja, jullie mogen hier spelen. Goed, maar slapen vindt mama nog een beetje gevaarlijk. Zilla even draaien. Draaien. Beentjes naar achter. Papa die heeft jou beneden vast met de billetjes. Ja, goed zo. Goed zo. Weet je eigenlijk voor mitsen en rijden zo hoog? Ja, voor grote kindjes dit. Goed zo. Ja, keurig. Nou, Luan ook. Je moet draaien, jongen. Draaien. Ja. Daan, nog één. Ja. Ja, nee, maar mama vindt het heel erg leuk dit. Jullie mogen hier best spelen, maar slapen vindt mama een beetje gevaarlijk, oké? Okay? Doen we spelen, ja, als een hut. Kijk, zelfs mama vindt het een beetje eng. Ah, dit is wel heel hoog zo, hè? Jullie mogen de dubbelbadkamer. Mama moet ook nog naar beneden. Houdt hij dan mama nog vast? Moet mama het helemaal alleen doen? Mama kan wel toch alleen. Inclusief vlogcamera. Oh, jongens. Kan je het gaat prima hoor. Kan je dat zelf? Ik hoor jullie denken, dat gaat prima. Ik ga mijn schoenen eruit. Oh, zo. Mama, ik ga ook even zo. Op het thee. Ja, doe de schoentjes maar in de kast. Maar wacht even. Zoek maar even de kast. Hier. Ja, in de kast. Oh, is dat een stofzuiger? Oh, misschien moet je ze hierop zetten. Kijk, daar kun je ook de schoenen neerzetten. Dan kun je ze ook neerzetten.
Nou, leuk hoor. Hé, hey, Luxie, dat is leuk, hè, schatje. Luxie die zit nog helemaal lekker in een kinderwagentje. Nou, en dit is ons uitzicht. Daar staat onze auto. Dat is onze pizzabezorger. Oh nee, het is toch niet de pizzabezorger. Dat is een graden hete auto. Nee, het is papa met de pizza. We gaan eerst eten en dan pakken wij alles samen uit als de kinderen wat erbij liggen. Ja, kijk, en dit hebben ze er ook nog neergezet. Prison kit voor de Bellinga's. Oh, dat is ook leuk. Hier hebben ze lekkere snapjes en dingetjes. Lekkere drankjes. Oeh, Kinder Bueno. Allemaal leuke dingetjes. En natuurlijk het servicepakket. Maar ik ben ook wel benieuwd wat dit is. Wat zou hierin zitten? Eens even kijken. Wat zou dit zijn? Kijk, dit is een pakket met wat er allemaal te doen is. Een gids aan allemaal flyertjes en boekjes. Wat we hier allemaal kunnen doen. Superleuk. Nou, dit is een leesvoer voor mama. Heel erg leuk. Oeh. Ja, lekker, hè, liefie. Heb bollo gemaakt. Luan. Aan tafel. Luan die zit al die gordijnen weer dicht te doen. Vind jij leuk, hè, jongen? Luan, hier zo. Hier. Kijk, Lu. Ga maar zitten. Ja, dat is mama. Ja, oeh, lekker jongens. Het ruikt heerlijk hier. Wat hebben wij hier trek in? Hebben wij hier trek in na 10 uur, 11 uur onderweg? Ik weet niet hoe lang. We hebben ook best wel lang nog moeten wachten tot het huisje schoongemaakt was. Maar... Geen lekker aan tafel zitten. Die pizza die gaat er wel in. Lux is ook wakker. Hé, hey, ze zegt hallo, ik wil ook pizza. Duimpjes omhoog, vergeet niet te abonneren en een klikken. En morgen weer kijken. Vakantievlogs coming. Doei.